Wij zien wat jullie willen. En wij zien ook heel veel op monitoren. Die zijn ook belangrijk voor het gamen. We hebben weer een MSI Optics schermpje te pakken. Nou ja, dan zeg ik schermpje. In dit geval is het een 32 inch grote joekel van een monitor. Peter heeft daar een aantal lekkere games mee mogen spelen. Op natuurlijk die veel te lijpe MSI Trident X. Peter, hoe kijkt dit scherm weg? Nou, ik moet zeggen, ik vind het een mooi setje. Mooi setje. Ik vind het een mooi setje. Monitortje, ja. Computertje, gamepie. Prima. Mooi. Jij hebt trouwens zitten griezelen met Resident Evil erop. Ja, dat viel me niet eens op. Nee, want alles was afgeplakt. Ja. Maar ja. Ik heb Ghost Recon erop gespeeld en Doom. Het is een heerlijk scherm. Het is 32 inch. Ik weet niet wie van jullie er op een 32 inch beeldscherm spelen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik een 32 inch televisie kocht en al dacht, zo, mooi formaatje. Maar dat is dus hoe ver we inmiddels zijn. Ja, dat was destijds ook de resolutie van 480p of zo. Mm-hmm. En nu hebben we het gewoon over Quad HD. Ja, precies. Ja. Het is niet 4K. Nee. Maar nou ja, dat is wel een ding toch tegenwoordig? Ja, I guess. Als je een NASA-PC hebt, dan kun je een heleboel games wel 4K draaien. Maar ja, weet je, ik vind 1440p vind ik een hele fijne tussenresolutie. Als je zeg maar wel wat lekkere specs hebt, dan kun je hem wel vaak op 1440p zetten. Maar ik kan 9 van de 10 games die ik speel niet zeg maar vloeiend draaien in 4K. Nee. Ja, zonder dat het eruit ziet als een N64 game is met een hele hoge resolutie. Ja. Dus ik vind 1440p een hele fijne unit voor vooral deze grote. 32 inch, als je dan 1440p gaat, dat is een aardig goede pixel density. Ja, ik moet ook zeggen, ik vind Ghost Recon echt zo'n game voor zo'n scherm. Ja. Want daar zit je gewoon echt in de bossen van een Zuid-Amerikaans land. En de zon komt dan door, de bomen wapperen vierlijk in de wind. Lekker. En dat is wel waar zo'n scherm echt terecht komt. Laten we even specs praten. Ja. 144 hertz. Netjes. Wat doet dat? Maar even uitleggen. Oh, dan kun je 144 frames per seconde draaien. Voilà, 1 milliseconde responstijd. Ja, snel. Ja. Is dat alles wat elk scherm op dit moment heeft? Want ik vind, we bespreken best veel monitoren, merk ik op YouTube dat heel erg het goed doet. Maar is het niet zo dat we eigenlijk net als bij de laptops, bij de monitors inmiddels een beetje gewoon gecapt zijn? Het is gewoon allemaal gewoon goed. Het is allemaal goed. Een 1 milliseconde responstijd is best wel standaard inmiddels voor een heleboel, in ieder geval gaming monitoren. Nee, ik weet nog dat wij dat bijzonder vonden. Ja, dat is een hele tijd terug was dat inderdaad een ding. 2 milliseconden was toen heel laag. Toen op een gegeven moment 1 milliseconde. De 1 is gehaald. Ja, de 1 is gehaald. En dat is denk ik wel een beetje het laagste wat we ooit gaan. Weet je, het is ook niet merkbaar of zo verder. Als je heel erg competitive speelt, dan heb je echt iets. Dan wil je echt voor die 1 milliseconde gaan. Maar het is niet alsof je 0 dan zou merken. Maar er zijn een heleboel specs die een soort van gevestigd zijn in de gaming monitor scene. Deze heeft gewoon een aantal gewoon met vlag en wimpel gehaald. Er zijn alleen een aantal dingen die je dan wel of niet kiest. En in mijn geval, ik kijk vaak naar HDR. Dat heeft het scherm dan weer niet. Nee. Heel veel mensen geven daar ook niks om. Als je dit puur als competitive scherm ziet, dan heb je HDR ook helemaal niet nodig. Maar je krijgt wel gewoon een VA-paneel. Ik vind het altijd interessant om te kijken naar de panelen. Dit is gewoon mooie kleurreproductie. Je krijgt ook een 100% sRGB spectrum. Dus wat dat betreft, dat is wel vaker met MSI, die zitten ook gewoon vaak goed qua specs. Die hebben altijd gewoon goede kleurinstellingen. Ja, maar dat is ook hun markt. Ja, het is ook niet goedkoop. Weet je, het is gewoon als je MSI-producten kiest, dan kies je gewoon voor goed. Nou, ze hebben ook wel wat lower tier dingen, maar dit is natuurlijk wel als je... Maar stuur je soms nooit op. Nee. Ik moest weer zoeken. Titan laptop. Ik moest weer zoeken naar dit ding online. Het is weer niet te vinden. Ja, nee, het is een niet te verkrijgen scherm. Ja, maar dat is heel vaak dan als tegen de tijd dat die video dan live staat, dan begint het een beetje door te sijpelen van dan heeft Coolblue hem, dan heeft Bol.com hem, weet je wel. Dus nee, dat is waar. Wat dat betreft, ja, dat maakt ons werk wel eens moeilijk. Ja. Hey, hij lust een aantal USB-poorten door. Dat vind ik altijd heel fijn, want dan kun je nog meer wegwerken. Dat vind ik dus ja. Vind ik fijn voor wegwerkbare USB-poorten. Dat is het wel inderdaad. Maar het is vaak dat ik denk van ja, nu zit er een USB-hub op, maar dat is niet een USB-hub waar je dan heel vaak je externe harde schijf aan nee, en uit. Nee, juist niet. Omdat dus het aan de achterkant zit. Dat snap ik, maar die ruimte haal ik dus van mijn PC af en dan kan ik dat in mijn monitor doen. Dat vind ik echt super fijn, want dan kan ik aan de voorkant van mijn PC krijg ik meer USB-poorten. Ja, dat is wel zo. Dat vind ik heel fijn. En dan moeten we het nog hebben over het design. Hij is mega dun. Aan de bovenkant. Aan de bovenkant. Ja. Daar is het echt dat je denkt van oké, vet. Er is ook best wel weinig edge, vind ik sowieso ook wel. Maar dat zien we ook al bij de oudere, de oudere modellen van precies dit modelnummer. Je ziet dat het best wel edgeless is. En die bovenkant is inderdaad super dun. Dat hebben ze echt heel netjes gedaan. Ja. Onderkant iets dikker. Hij is andere kanten te verstellen. Ja, handig. Ja. Ze hebben een nieuwe poot. Ik vind een hele mooie poot. Ja, een hele mooie stevige poot strak. En dan moeten we het hebben over de olifant in de kamer. De RGB-verlichting aan de achterkant van het scherm. Ja. Die als een soort Philips Ambilight je witte muur achter je PC verlicht in dezelfde kleur als je videokaart, je moederbord en je USB-poort. Bij wijze van.
Nee. Nee, nogmaals. Ergens snap ik het. Weet je, toen ze een hele mooie barrière hadden, een hele mooie lijn die over het diagonaal van het hele scherm loopt, snap ik het. Van, oh ja, oké, als je dat scherm meeneemt naar een landparty, dan ziet het er hip uit of zo voor je overbuurman. Maar nu is het ook zo, omdat die bovenkant zo dun is, hebben ze dus ook zeg maar die RGB-lijn kleiner gemaakt. Dus dan komt het neer op, weet je, er zijn 4 ledjes, 5, misschien 6 RGB-ledjes aan de achterkant. Doe het dan gewoon niet. Nee, het is wel... Houd er dan mee op. Nee, het was gewoon aan het einde van het afvinken, was er gewoon nog 1 vinkje van ze dachten, oh shit, RGB, ja. Dat was toch onze USP? Ja, onze unique selling point, super uniek, is full RGB-verlichting aan de achterkant van je monitor. Want dat is logisch. Weet je, op landparts is best leuk. Niemand neemt een fucking Mac 32.1 CQR mee naar een landparty. Dude, je staat voor lul als je geen 32 inch monitor hebt, dus met RGB-verlichting aan de achterkant, als je dat niet meeneemt naar een landparty. Je bent gewoon de loser van de groep, Tom. Ja, ik snap volledig waarom ze dit doen. Weet je, het is nou het ding. RGB moet je overal inwerken. En ik ga ook wel eens een keer dat ik zeg van, oh, ik vind RGB nu toch iets vetter dan de andere keer of zo. Maar in dit geval, als je dan die streep hebt als een soort van unique selling point, zo'n mooie lijn, en die halveer je dan, hou er dan mee op. Strip het dan. Ja, okay, dan vind je maar niet RGB een keer af. Dat hoeft toch ook niet? Er zitten keigoeie specs aan de voorkant. Ja. Het is een supermooi goed beeldscherm. Waarom moet je dan ook nog... Oké, maar we moeten ook nog RGB. Dat snap ik gewoon niet. Dat triggert mij dan misschien. Ja, nee, heel ja, goed. Nee, mag ook wel eens gezegd worden, want ik vind ook RGB hoeft ook vaak niet. Nee, nee. Het is de achterkant van je beeldscherm. Het draait om de voorkant. Ja, en die is super. Je punt gemaakt. Ja, oké. Ik ga het nu van me aflaten. Ik ben de zen. Oké, ik laat het van me afglijden. Goed scherm. Kijk nooit naar de achterkant. Behalve om je USB's in te doen. Dat vind ik wel handig. Eén keertje. Ik heb gezocht naar een prijs online. Dat is lastig. De laatste vorige versie was rond de 500, maar dat was een iets minder monitor ten opzichte van deze. We gaan het zien. Als ik het weet inmiddels, dan staat het in de beschrijving. Ja. Als jij het weet, zet het in de reacties. Zet het in de reacties neer, maar wij konden het niet vinden. Onwijs bedankt voor het kijken. We hebben een nieuwe monitor weer behandeld. Wat gaan we volgende keer doen? Ik weet het nog niet, jullie ook nog niet. Tom weet het ook nog niet. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat er RGB op zit. Maak me geen reet uit. Nee, weet je? Nee, dat is het. Zal ik jou wat vertellen? Ja. Ik heb heel veel RGB-equipment in mijn woning. Mm-hmm. En ik heb nog nooit iets ingesteld. Dat is wel jammer. Ik laat het altijd op de factory setting staan. Die zijn, ligt een beetje aan, die zijn vaak wel mooi. Ja, maar luister, dan zit ik met Razer en dan heb ik mijn Philips Hue eraan gekoppeld. Maar in plaats van dat hij dan de gamekleuren in mijn huis doet, doet hij de kleuren van de muis in mijn huis. Dat leidt alleen maar af. Ja, oké. Ja, goed, dan moet je het een keer instellen. Nee, want je kan niet instellen.